Wilma, ontzettend bedankt. Je bent werkzaam bij de Zoogdiervereniging, Beverspecialisten Nederland. Betrokken bij het uitzetten van het beest. van zeer vroeg aan. Vanaf je studententijd, bij mij weten. 1990. Voorjaar 1990. Lang geleden, 1990, ja. Maar goed. En ik leer nog steeds bij. Ieder jaar leer ik nog weer bij. Uh, hoe je bepaalde zaken oplost. En soms ook dat je dingen niet kunt oplossen. En dan moet je andere zaken gaan kiezen. Ja, dank je voor de introductie, Daan. Uh, en Hetty ook. Um, mij is gevraagd om jullie iets uh, te vertellen over uh, hoe de ontwikkeling van die bever verder zou kunnen gaan. Nou, uh, ik kan je al van tevoren zeggen van. Aan uh, het beeld wat ik straks schets, daar kun je geen, uh, geen rechten aan ontlenen. Want het, het zijn dieren, dus ze doen wat ze zelf doen. En daar heb ik zeker geen invloed op. Um, ik zal aan de hand van de, hoe de verspreiding is gegaan in het verleden, zal ik een toekomstbeeld gaan schetsen via twee scenario's. Um, we doen dat even aan de hand van een aantal kaarten, dus vanuit het verleden. En uh, de meeste kaarten beslaan een periode van vijf jaar, behalve de eerste uh, bij de start in 1988. Um, dat is een periode van anderhalf jaar. Uh, we zien dan uh, twee locaties: 88 start in de Biesbosch, maar ook wat minder mensen weten is. Bij het nu Natuurpark Lelystad werden ook uh, twee paar bevers losgelaten in een omheining. Normaal neem je dat niet mee, maar ja, bevers zijn echt geweldig goed in ontsnappen. Dus in 1990 ontsnapten de eerste bevers daar. Dus vandaar ook dat daar toch wat blokken zijn ingetekend. En deze blokken, dat is een uh, niveau van uurhok, atlasblok, dus 5 bij 5 kilometer. Goed, dan gaan we naar de tweede kaart rechts, de periode 91-95. Nou, je ziet daar dat, om de gebieden waar uh, dieren zijn ontsnapt of uitgezet, dat er al het een en ander gebeurt. Maar erg opvallend is natuurlijk het Limburgse. Wat hier uh, gebeurde is dat in de Eifel, dat ligt hier ergens, in de tachtig jaren van de vorige eeuw ook bevers zijn uitgezet. En die zijn via de Roer, de Maas, ingedoken en kwamen zo in Nederland uit. Tweede opvallend punt is natuurlijk de uitzetting langs de Gelderse Poort, die de uitzetting in uh, de biesbos, die nog klein was, kleine groep, moest ondersteunen. Um, gaan we naar de volgende twee periodes? Nou, we kunnen wel even terug, als je dat wil. Dit is een bijzonder geval. Dit is Katwijk. Bevers kunnen heel ver zwemmen. Uh, die kunnen wel Dispergeren afstanden van 40 kilometer, 60 kilometer, 80 kilometer, 100 kilometer. Maximale uh, afstanden die kennen ze in iets van 150 kilometer. Dus kun, ze kunnen overal opduiken. Dat komt straks nog wel weer terug. Uh, wat gebeurde hier? Hier werd uh, door de politie in Katwijk in het centrum voor de HEMA een bever waargenomen. S'nachts. Uh, wat blijkt nu? In de haven dat is tegen het centrum van Katwijk aan, zit een penenkwikkerij. En die halen hun penen uit het gebied bij Natuurpark Lelystad. Dus er is waarschijnlijk een vrachtwagen met penen, daar is een bever in opgeladen, moedwillig of prongelijk, en uh, die is gelost bij de haven van uh, Katwijk, is daar te water gegaan, en de verkeerde kant opgezwommen en in het centrum en bij de HEMA terecht gekomen. Dat is het verhaal van dat puntje. Als u nog meer van dat soort details willen horen, nog, nog, een, nog een kleine dan. In 1994 is er gestad in de Gelderse Poort. Uh, er was een van de gezenden, de bevers verdween al vrij snel, nog een vrij jong dier. Die bleek dus uiteindelijk een paar maanden later op te duiken in de Oude Maas onder Rotterdam. Dat is het eerste dier wat zich in de oude Maas vestigde, en die heeft dus ook, kijk, bevers die leggen soms enorme afstanden af en slaan daarbij ook gewoon geschikt habitat over. Dus dit dier is ook gewoon langs de biesbos geswommen, waar op dat moment al bevers waren, en heeft zich in de oude Maas gevestigd. Dus dat geeft een beetje aan wat je kunt verwachten. Het gros van de bevers vestigt zich als een eigen plek zoeken binnen zo'n gebied waar ze al leven, of aan de rand, maar een klein deel zwemt heel ver weg. En dat maakt de voorspelling die ik dan zo uh, heb gedaan heel erg moeilijk. En dergelijke uh, dispersie heb ik ook niet meegenomen in de voorspellingen, want dat is gewoon niet te doen. Gaan we toch even verder met deze kaarten? Uh, de derde periode 96-2000. Ja, wat je dan al ziet is dat er uh, toch meer dieren bijkomen vanuit. België zijn er ook dieren bij gekomen, want daar is men in 98 gestart met uitzettingen. En via de Maas komen ze zo ook ons land binnen. En je ziet, ja, op verschillende plekken zie je steeds meer bevers verschijnen. En er zitten ook wel weer grappige uh, waarnemingen bij, bijvoorbeeld hier in 96 in Volendam een dier wat vervolgens naar de Vijfhoek is geswommen in het Randmeer, vervolgens naar de Diemenzeeplas. De Diemenplas en vervolgens naar de Loosdrechtse plassen is vertrokken en daar is doodgereden. En zo, zo gaat het dan met bevers af en toe. Ze worden ook doodgereden. Kijken we naar de kaart van 2001-2005, dan valt Limburg natuurlijk weer op. En Dat heeft ook mee te maken dat in die periode bevers zijn uitgezet in Limburg, 33 stuks. En Verder zien we dat in het rivierengebied langzaam ook steeds meer bevers bijkomen en Flevoland wordt steeds verder bevolkt. En in wezen zie je met dit puntje hier ook weer een aardig uh, uh, zaak. De laatste bever in 1826 werd doodgeslagen uh, bij Zalk in de IJzel. Dat is in de buurt van Zwolle. En uh, in deze periode uh, heeft zich daar ook weer een bever gevestigd. Dus ja, in wezen is daarmee uh, in die periode het zaakje weer rond. De volgende twee periodes, 2006-2010. Ja, wat natuurlijk opvalt is in het noorden. De uitzettingen die in 2008 gestart zijn in deze uh, omgeving. Maar je ziet ook dat er uh, in het rivierengebied toch wel behoorlijk wat aan de hand is. Het loopt echt wel dicht. En uh, kijken we dan naar de volgende periode, rechterkaart 2011-2015, dan zie je ook um, dat de, de, de watersystemen uh, op de hogere zandgronden, dus de beeksysteempjes, dat die ook nu de aandacht hebben van de bevers. Die worden ook bevolkt. En natuurlijk ook de Friese meren beginnen uh, gekoloniseerd te raken. Alleen, ja, tot nu toe, voor zover we nu weten, zitten er telkens nog eenlingen. Maar ook dat gaat natuurlijk veranderen, dat, dat snappen jullie ook wel. Dan even de laatste kaart, ik heb er 2021 niet bij inzitten. Uh, dat hebben we ook nog niet compleet. Nou, je ziet het al, het wordt alsmaar roder en roder. Uh, je hebt in wezen nu te maken met twee populaties in Nederland... Uh, de grote populatie in Centraal- en Zuid-Nederland en een kleine populatie in Noordoost-Nederland. Uh, Friesland, ja, dat zijn. Het gaat eigenlijk om twee dieren in Friesland die uh, enorme afstanden afleggen, soms, en, en, maar meestal ook helemaal niet meer. En wat natuurlijk ook nog opvalt, is uh, hier in het zuiden, vanuit België, komen hier ook bevers binnen. Um, en wat ook wel opvalt, is dat in deze hoek. In de 80 jaren van de vorige eeuw werden ook langs de hazen, dat is een zijriviertje van de Ems, bevers uitgezet. Die doen het ook goed en die komen nu dus ook de Nederlandse grens over. Dus de noordoostelijke populatie heeft nu ook alweer contact met een andere populatie. Maar goed. Ja, in 2011 hebben Gijs Kerstjes en Freek Niewald een studie gedaan in opdracht van Fauna Fonds. Uh, wat de problemen en de toekomstverwachtingen van de bevers uh, zijn. En die hebben toen een voorspelling gedaan in de verspreiding 2025. In welke uurhokken dan bevers voor zouden komen. Nou, dat is natuurlijk heel leuk om de huidige kaart, hè, de linkerkaart, is te vergelijken. En dan zie je eigenlijk al dat je op heel veel gebieden ben je al zover of ben je al verder. En op een aantal locaties ben je minder ver. Bijvoorbeeld hebben uh, en in het uh, Utrecht-Hollandse plassengebied. Maar goed. Ja, wat heb ik vervolgens eens gedaan? Ik heb die verschillende periodes, de donkere staven die je hier ziet... Uh, daar heb ik het groeipercentage van berekend... en dan uh, het gemiddelde genomen van de laatste drie periodes... om mee door te rekenen als scenario... Nou, de laatste drie periodes, daar was het gemiddelde groei 62% per vijf jaar. Dus het aantal uurhokken nam met 62% per jaar, per vijf jaar toe, dus 12% per jaar. En daar heb ik mee doorgerekend. En dan krijg je dus die oranje uh, staven. En dan zie je eigenlijk uh, dat je in drie periodes zo'n beetje tot het draagkracht. Uh, nou, tot het, uh, het vullen van alle uurhokken met bevers uh, bent. En dat wil niet zeggen dat die uurhokken vol zitten met bevers. Nee, aan één bever heb je genoeg om dat uurhok aan te tikken. Dus er is nog wel uh, ruimte binnen die uurhokken en de kilometerhokken binnen dat uurhok. Alleen uh, dat zal dan nog vol gaan lopen in die periode erna. En dit is dan ook zonder uh, rekening te houden met eventueel afschot en dat soort zaken en nul-optiegebieden. Ja. Dat kom ik nu even op toe. Ik heb even uh, aangenomen. Je ziet of ik uh, rekening had gehouden met uh, uh, geschikt habitat. Wat ik heb gedaan, ik heb uh, je ziet hier een, een horizontale lijn die zit op 1583, dus zeg 1600 uurhokken. Dat is bijna het aantal uurhokken wat Nederland heeft, behalve de wadden. Ik ga er even vanuit dat ze daar nog niet zo heel snel zullen gaan komen, als ze daar überhaupt gaan komen. Uh, we hoorden Mark ook al zeggen van, of Daan, in Oost-Duitsland: ja, overal waar een greppel is, daar komen ze. Daar ben ik op dit moment ook even van uitgegaan en dat zul je straks ook zien. Uh, bevers zijn erg plastisch in hun gebiedskeuze. Ik ben er even van uitgegaan dat in al die uurhokken ook water aanwezig is en dat bij al die wateren ook wel ergens wat voedsel zal zijn, aan de hand van uh, houtige begroeiing en/of en of waterplanten. Maar daar kun je dit systeem nog wat in verfijnen, want waarschijnlijk als je daar verder nog naar kijkt dan zul je vooral in de kustzones waarschijnlijk minder geschikte gebieden zien en dat er misschien nog wat uurhokken afvallen. Maar goed, dat zullen we straks nog zien. Ik heb nog een tweede scenario doorgerekend want het viel mij op dat in de laatste periode, 2016-2020 die groei wat was afgenomen. Dus ik heb het scenario ook nog eens genomen met alleen een groeipercentage van 40% per jaar. En dan zie je dus dat je om alle uur, uurhokken uh, uh, met bevers te hebben, dat je dan één periode, oftewel vijf jaar, uh, meer nodig hebt. Maar nogmaals, het zit dan nog niet vol. Als er één bever in zo'n uurhok aanwezig is, dan tik je hem al aan. Dat is gewoon het systeem waar we hiermee werken. Nou dan gaan we even uit uh, van die kaart die we als laatst hebben gezien, 2016-2020, met 62 procent. Dan. Dan zou dit een scenario kunnen zijn waarbij je dus al met uh, uh, vijf jaar later al uh, een zonverspreidingsgebied van de Bever hebt op het niveau van 5 bij 5 kilometer hokken. Dan is het natuurlijk ook wel eens aardig om dat nog eens te vergelijken met het vooruitzicht in 2011, wat dat zou zijn in 2025. En dan zie je dat bij dit scenario je daar ver overheen bent. Kijken we nog eens even naar een periode verder, nou dan zie je eigenlijk dat de, ja, de kuststrook nog een beetje open is. En nogmaals, hè, wat hier niet in zit, is die enorme sprongen die bevers kunnen maken en hele grote gebieden kunnen overslaan. En in de laatste periode zie je dus in wezen dat je dan eigenlijk heel Nederland, dat je daar wel in alle uurhokken een, minimaal één bever hebt. Maar nogmaals, vooral die randzones langs de kust, daar kan ik me voorstellen dat een enkel. Uurhok ook gewoon wel afvalt, maar het gaat natuurlijk, het is gewoon een vingeroefening van wat staat ons te wachten als deze groei plaatsvindt en het geeft ook een beetje de urgentie aan voor alle organisaties die uh, te maken hebben met uh, uh, terrein waar water voorkomt. We kunnen ons niet veroorloven om maar te wachten tot die beven komt. Nee, je moet nu al nadenken als je een herinrichting hebt gepland. Van oké, okay, hoe gaan we dit dan doen als straks hier bevens komen? Dat is het moment waarop je de grootste wind kunt behalen om schade van bevens voor te zijn. Nou, dit is even een samengesteld plaatje van dit scenario, waarbij dus uh, aan de randen met de lichtste kleuren de bevens het laatst komen. Maar of dat werkelijk zo zal gebeuren, is natuurlijk even de vraag, want ze kunnen hele grote stappen maken. Dan kijken we even naar het andere scenario, de 40%. Nou, heel logisch. Dat gaat wat langzamer. Dus uh, ja, dat gaat gewoon wat meer tijd kosten. Vergelijken we deze kaart ook even met uh, wat er voorspeld is in 2025. Dan zie je, uh, ja, op de meeste plekken ga je daar overheen. Er zitten er al meer plekken bevers. En op andere plekken duurt het misschien wat langer. De periode erop uh, verwacht ik toch echt wel uh, dat er ook aansluiting is tussen de grote Nederlandse populatie. En het, de kleinere Noordoostelijke populatie. Um, en dat wil niet zeggen dat daarvoor geen uitwisseling is geweest hoor. Want uh, ja, die dieren kunnen zo enorm zwermen. Die kunnen best al van de ene populatie bij de andere populatie zijn gekomen. Nou, die periode erop uh, zie je eigenlijk weer, uh, ja. ook weer dat de kuststrook het, het laatste wordt uh, uh, bezet. En dan uiteindelijk in 2035, 2040 dat het potentieel gebied helemaal is bezet. Alleen op de Veluwe, ja, daar, daar heb je, tenzij de waterneerslaghoeveelheden uh, zo groot gaan worden, dat daar nog het een en ander verandert, maar daar verwachten we echt geen bevers. En de Wadden, ja, wie zal het zeggen? Gaan ze dat soort stukken zwemmen? Ik moet denken aan een filmpje van een eekhoorn in uh, Amerika die de zee opzwom. Nou, als een eekhoorn dat doet, dat is niet eens een waterdier. waarom zou een bever dat niet doen? Maar de toekomst zal het leren. Ja, maar die kunnen aangespoeld zijn. Ja, zwijnen komen daar ook aangespoeld. Ja, ja. Even kort nog een stukje over schadegevallen en kosten bij de waterschappen. Dit komt van de Unie van Waterschappen. Hier zie je het aantal schadegevallen van uh, 2019-2020. Nou, met stip Limburg, gefeliciteerd Inge. Uh, dat, uh, het aantal schadegevallen loopt daar echt enorm. Uh, uh, ja, het zijn grote aantallen omdat Limburg eigenlijk alles wegvaagt, heb ik het ook even weergegeven zonder Limburg. Dan kun je ook de andere waterschappen nog even bekijken wat daar allemaal gebeurt. Een A en Maas, nou ja, met 40, 50 schadegevallen in een jaar, is toch nog aanzienlijk. Huns en A's, zo rond de 20. Maar als je dan naar de kosten kijkt, dan haalt Huns en A's alweer aardig in. Dit zijn kosten aan manuren, schadeoplossing en preventieve maatregelen. Uh, en hun en Aas heeft natuurlijk ook heel veel te doen met, uh, met die kwetsbare kaders. Maar, kijk, Limburg, dat gaat richting een half miljoen. Vorig jaar, ik weet niet hoe ver ze nu al zijn... maar het zou me niet verbazen als, als het over een half miljoen nu is. Dus ja, uh, mijn verwachting is dat het alleen maar gaat toenemen. Dus daar uh, dat moeten we ook op ons uh, voorbereiden. Dus we moeten echt gezamenlijk echt goede uh, en slimme plannen bedenken... Hoe we dit uh, zoveel mogelijk uh, binnen de perken kunnen houden. Daar wil ik het even bij laten. Ja. Dank je wel Ja, dit zijn natuurlijk de, de indrukwekkende plaatjes. En het, leid, het doet me ook een beetje denken aan de ipcc rapporten dat het uh, elke keer toch sneller gaat dan je een paar urgentie. jaar geleden dacht, uh, dus dat de urgentie er uh, behoorlijk is. Um, ik ga de, jouw microfoon aan Daan geven, want die gaat nog even hengelen naar vragen. Ik loop naar achteren voor de chat. Uh, dat loopt nog niet heel storm, dus uh, stel vooral ook uw vragen via de chat. Er is hier een vraag vanuit de zaal. Ik geef het woord aan... Dolf Moerikus van de Unie van Waterschappen. Je hebt een heel mooi overzicht gegeven van uurhokken die bezet worden... Kun je ook een indicatie geven van het aantal bevers, wat jij verwacht? Oftewel, wat is de draagkracht van Nederland? Dankjewel. Ja, die vraag had ik natuurlijk wel verwacht. Um, ik, ik, ik schat nu ongeveer 5000 bevers, maar wie het beter weet mag het zeggen. Uh, Niewold en Cursus die hebben eens een schatting gegeven van wat de maximale draagkracht voor Nederland is. En die komen dan op 10.000 bevers. Maar als je, als je niet ingrijpt, dan, dan worden dat er veel meer. Daar ben ik van overtuigd. Uh, wat de maximale draagkracht zou zijn als je helemaal niets doet. Ik durf het echt niet te zeggen. Daar, daar, daar moet je echt een heel project op draaien. Dan moet je een habitatkwaliteitsindex gaan uh, bepalen en de, en de dichtheden van de bevens daarin. Dat zijn hele leuke dingen om te doen. We hebben toevallig gisteren net een overleg gehad met een uh, Nederlandse student. die daar in Noorwegen aan gaat werken. En uh, hebben ook een beetje gehad over. nou, dat zou eigenlijk ook wel heel leuk zijn om eens in Nederland te gaan doen. Maar dat is echt een heel project om te gaan doen. Dus daar kan ik niet zomaar een uitspraak over doen. Ja, maar meer ik, dan 10.000. Want veel maar nog even een, een uh, nadere vraag vanuit de chat, die hier ook over gaat. Dus eigenlijk zeg jij uh, op de vraag uit de chat: hoe ziet die draagkrachtberekening eruit? Da dat duurt een paar jaar voordat je daar een antwoord op uh, kan geven. Nou ja, uh, ja, het kost tijd om zoiets uh, te doen, je, hebt, uh, uh, je moet weten in welke landschapstypes en uh, welke het, het kwaliteit. Aanwezig is voor bevers en, en wat daar dan de dichtheden zijn. En we zien dat uh, gaandeweg de groei van die beverpopulatie uh, bevers ook met minder genoegen nemen. Uh, ik ken situaties waarbij je een, 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 een visvijver hebt van ongeveer 1, 2 uh, voetbalvelden groot, waar twee treurwildjes staan. Uh, veel waterplanten in de vorm van gele plomp en waterlelie, een paar eikjes. Twee uh, willige struiken, maar waar ook mais, benen en bieten langs staan. Ja, en dan krijgen die dieren gewoon jongen. Dus ze kunnen met heel weinig toe. Hebben we hebben nog één, uh, ruimte voor één vraag, Daan, uit de zaal. Wil je even voorstellen? Michel van de Boogaard, ProRail. Uh, Phil, maar uh, door welke natuurlijke processen wordt het aantal bevers gereguleerd? Hebben ze een vijand? Ik ben bang dat wij in Nederland niet de vijanden hebben die daar uh, ernstig aan bijdragen. Het aantal wolven is, uh, zal nooit zo groot wo worden dat dat de bevenpopulatie innaamt. Af en toe pakt een zeearend uh, jonge bevers. Uh, die nemen natuurlijk ook toe, maar ook dat zal geen. Uh... Nee, de bevers zelf. Kijk, als, als een populatie echt groot wordt, dan krijg je natuurlijk allemaal uh, zaken die gaan spelen intern in zo'n populatie. Met een hele hoge. Aantal dieren krijg je ook meer ziektes en dat soort zaken. Um, dus het een, als, je, als je echt zo'n populatie onder de duim wil houden, zul je gewoon als mens ook zelf moeten ingrijpen. Oké, okay, volgens mij is dat een mooi bruggetje naar de paneldiscussie, want daar zul je het zo meteen ook over hebben. Ik blokje wil het wel heel graag aanvullen op deze vraag. Ja. Heel uh, graag. Die territorialiteit Kort. van bevers is heel belangrijk. Ja, dus omdat ze territoriaal zijn, gaan ze niet oneindig overal zitten. Er komt een grens aan die populatie groei. En die territorialiteit is ook de basis waarmee in Schotland... en in Engeland en in Duitsland goede modellen zijn gemaakt... over hoeveel bevers in een bepaald gebied kunnen zitten. Er bestaan al van dit soort modellen... en die zijn eenvoudig ook om te zetten naar de Nederlandse situatie. Heel goed werk van de Scottish Natural Heritage, als ik daarnaar mag verwijzen. Dat zal ik ook op de website zetten van het kenniscentrum. En verder is er ook een heel goed model, hydrologisch gezien... voor de beken en de rivieren, die voorspelt waar dammen zullen worden gebouwd. Dus Annegret is ermee aan het bouwen... En er is ook al een bestaand model uit Engeland waarmee waterschappen meer grip kunnen krijgen op waar dan dammen verwacht kunnen worden en hoe je daarop kan inspelen in de toekomst. Dus het, het, het is, er worden voorspellingen gedaan en er is wel een hoop kennis in het buitenland waar we op aan kunnen haken. En dat zo'n kenniscentrum ontsluit dat. We gaan een vraag vanuit de chat nog stellen, of niet? Nee, we gaan geen vraag naar uit de chat. Ik ga heel streng zijn. Ja, daar was ik voor ingehuurd, dus dat doe ik dan maar. Veel maar, enorm bedankt. Um...